Lukt het de klassiek geschoolde Stefano om zich te transformeren in een echte hiphopper en samen met Raquel het hoge niveau van vorige week vast te houden? In een hiphop lyrical van Ish zijn dit Raquel en Stefano. Diana, I know you cheated on me, man. I heard the story. Searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong really lost my company. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him. I'm alone, seeing and dialing your phone, wondering why you're not home, finding out you're not alone. I'm hearing rumors from all these familiar faces. They telling me you're cheating, revealing your secret places, showing me locations of all your private vacations, and showing me the phone bill of all of your conversations. And you repaying me by playing me, telling me you're sorry for all of the times you lie. Baby, you are faithful, now I'm truly grateful. Here is my goodbye. Jury vindt van deze hip-hop Dan. All right. You know, you got the choreography. You got the steps. You were in sync most of the time. I'm not going to sit here and tell you I thought it was great. I didn't think it was great because you do look like jazz dancers doing hip-hop. But, you know, Stefano, you said that that was going to happen, you know. But I can tell how hard you guys worked at that. You know, it was a much, much better performance than I was expecting from you. Not either of you ever having done hip-hop before to help the other one along. You were just up there on your own to figure it out. And I thought it was pretty good, guys. It was pretty good. Evgenia. Nou, ik keek ernaar uit om twee klassiekers hip-hop zien dansen. En in mijn ogen zijn jullie gefaald. Helaas. Sorry, jullie hebben stapjes voor elkaar gekregen. Maar jullie misten dat hip-hop feel, dat hip-hop groove. En als ik een paar trucjes weglaat, dan is het gewoon moderne dans. Helaas miste ik de attitude. Zelfs die laatste twee bewegingen, toen jullie klaar waren, toen jullie helemaal klaar waren en naast de gingen staan, die waren meer hip-hop dan de rest van de dans. Ik heb in plaats van hip-hop lyrical, hip-hop dramatisch gezien. Maar misschien denkt die ander er wel anders over? Ik vond het oké. Okay. Ik vond het niet om over een huis te schrijven. Jullie waren vorige week zo goed samen. Dus je zet dan een bepaald niveau in en dat verwachten we terug. En dan verwacht je de volgende week, ook in een andere stijl, dat jullie daar weer staan. En ik denk dat jullie zelf ook weten dat dat vandaag niet het geval was. Niet zo goed als vorige week. Het was oké. Okay. Het is waar. Jullie hebben de pasjes goed gedaan. Jullie hebben de stap goed gedaan. Maar jullie zijn er nooit echt lekker ingegaan zelf. Weet je? Echt een beetje erin gaan hangen. En dat is wel een choreografie die dat nodig heeft op de een of andere manier. Dus dat miste ik wel. Dus ja, voor mij ook niet briljant vandaag. Marco? Ja, weet je wat het is? Als je naar het filmpje kijkt, Stefano, je begint al vanaf het begin eigenlijk die hele discipline af te zeiken, om het even zo te zeggen. En dat vind ik zonde. Ik bedoel, je weet dat deze show over zoveel verschillende stijlen gaat. Dus ik denk dat je toch een bepaald geloof ergens moet vandaan halen van oké, ik ga er helemaal voor. En ik mis het dan een beetje, ook bij de voorbereiding vooral. Want ik vond eigenlijk dat je... Het begon overtuigend, van alle twee eigenlijk. Maar op een bepaald moment
zie inderdaad dat jullie zo klassiek geschoold zijn. En ik moet zeggen, Raquel, ik had eigenlijk meer van jou verwacht. Hè, omdat ik vind jou een hele goede allround danser, maar ik vind dat je het in deze dans een beetje hebt laten liggen. En ja, Stefano, als je echt wil winnen in dit programma, dan moet je echt meer in je gaan geloven. Want je bent een goede danser, dus laat het ook zien aan het publiek. Dat is mijn tip voor jou. Maar zo enthousiast ik vorige week was, zo teleurgesteld ben ik eigenlijk vanavond. Sorry. Oh. Maar de mensen moeten stemmen, hè. Er is nog hoop. Hè. Dus de mensen thuis, als jullie helemaal overtuigd waren door de hip-hop van Stefano en Raquel vanavond, geef dit eerste koppel dan jouw stem. In Vlaanderen kan dat door te bellen naar 0905-53701 of sms koppel 1 naar 6620. Kijk, in Vlaanderen digitaal, dan kan je ook stemmen met de rode knop. In Nederland bel je naar 0909-1301 of sms je koppel 1 naar 6620. En dat kan nu meteen, want de lijnen zijn en die blijven ook open. Raquel en Stefano, geef ze een applaus.